Het marihuana-complot. 1 oktober 1937. De akte omtrent marihuana-belasting gaat in. Vanaf nu betaal je $100 belasting over elke 30 gram cannabis. Dit wordt gebruikt als preferentiemiddel omdat de overheid van de VS zei dat cannabis de oorzaak van gekheid en gewelddadige misdaad was. De Amerikaanse Medische Associatie strijdt tegen de akte, maar slaagt er niet in de akte te stoppen vanwege tijdsgebrek. De AMA zegt dat ze niet eens doorhadden dat het straattaalwoord marihuana werd gebruikt voor de medicinale cannabis en hennep. 1944. Het LaGuardia-comité voert de eerste echte onderzoeken uit naar de effecten van cannabis. En de resultaten staan in fel contrast met de beweringen van de Amerikaanse overheid. 1973. Jack Hiller beweert dat cannabis werd onderdrukt door de staat en rijke ondernemingen. Hij zegt dat hennep in 1930 nog veel gebruikt werd in het maken van touw en betaalbare kleding. Ook heeft het ministerie van Landbouw hennep goedgekeurd tot houtvervanger om papier mee te maken. Hiller gelooft dat mediamagnaat William Randolph Hearst van hennep af wilde, omdat het een bedreiging was voor zijn papier- en houtfabrieken. Hij gelooft ook dat William dit deed in samenwerking met DuPont, het bedrijf dat in 1939 patent kreeg op nylon. De grootste financiële steun kreeg DuPont van Andrew Mellon, die ook secretaris van de schatkist van de staat was. Daarbovenop was Mellon ook de aangetrouwde oom van de man die de marihuana-belastingakte schreef. Aan de andere kant, historici zeggen dat de anti-marihuana-wetten al sinds 1933 actief waren in 30 staten van de VS. Daarnaast is er geen bewijs van een financiële connectie tussen Andrew Mellon en het bedrijf DuPont. 2014. 20 staten staat tegenwoordig het medicinaal gebruik van cannabis toe. En 2 zelfs het pleziergebruik ervan. Klik op de oplichtende video als jij benieuwd bent naar de zelfmoord van Heath Ledger. Kijk je op je mobiel of op je tablet, dan staat het linkje ook voor jou in de videobeschrijving. Volg me ook op Instagram, @jesperkleine, om meer over mij te weten te komen. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe Strikt Geheim. Bedankt voor het kijken.